Rechtdoor of... Dit is open mic op de markt in Purmerend. En ik wil weten van de mensen, wat is uw grote angst eigenlijk? Ja, wat is uw grote angst? Mijn grootste angst is hoogtevrees. Een spin. Een spin? Ja. Wat spin? Alle spinnen. Oh. La, 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 la. Wat is mijn grootste angst? Dat de wereld vergaat. Dat ik op straat kom te staan. Kijk, omdat ik gelovig ben en een levende God dien, hoef ik niet angstig te zijn. Kijk uit! Stop! Wat is uw grote angst? Dat ze elkaar allemaal uitmoorden. Ik heb de laatste jaren dat ik zeg, ik hoef niet meer met een trein en met een vliegtuig. Ik blijf wel in Nederland, want er gebeuren zulke rare dingen tegenwoordig. Je bent er wel bang voor als je de winkel in gaat. Dus naar de aanslag ook in Parijs? Ja. Je durft haast nergens meer naartoe. Ik heb geen angst. Echt niet? Nee, echt niet. Ik heb geen angst. Wat moet ik anders rennen? Om op dood te gaan misschien, maar dat is het enige. En hoe kunnen we dat positief weer verder bekijken? Nou, we moeten gewoon doorgaan en blijven lachen. En blijven ademen? En blijven ademen, want ik zeg, botox is duurder, dus je spieren moet je oefenen. Ja, precies. Als je je door angst laat regeren, maak je de wereld kapot. Dat is mooi gezegd. Ik zeg altijd, ik heb haar in mijn tanden, het ligt alleen s'avonds in een bakje. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.